half vier hoorden we een hele harde knal. Mm-hmm. En zeker het huis begon zwaar te trillen. Dus daar schrokken we natuurlijk van. Opgeschrikt naar buiten gegaan en gekeken wat er aan de hand was. En vooral schrikken. Ja. Ik ben weer op de plek van vanmorgen, mevrouw Hansen. Ja. Ja, en wij wonen vlakbij het station. Dus dan gaan we kijken maar dat het zo'n impact heeft. En één dode, ja, is toch wel, te betreuren, zeg maar. Ja, het is toch wel benieuwd wat de oorzaak is natuurlijk. Nou, net hoorde ik van die man, ja, het zijn vier sporen. Dus het is ongelooflijk dat dat gebeurd is. Dus vandaar. Ja, dan kan ik met illusie.